Het is een roerige tijd, de kinderen zijn thuis. En daarom speciaal voor de kinderen maak ik elke week, zolang de scholen gesloten zijn, een kinderfilmpje met schilderen en bijenwas. Dus dat je kaarten kan gaan maken, dat je geïnspireerd raakt om elke week even creatief bezig te zijn, even op een andere manier bezig te zijn. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om je ook te kunnen uiten. Misschien vinden papa's en mama's het ook leuk om te doen, die mogen natuurlijk gerust meedoen. Als je wilt beginnen heb je nodig een ondergrond. Ik gebruik hier knoeipapier, maar je kunt ook gerust oude kranten gebruiken. Een kaustiek aardpapier, dit is A6 formaat. Wasblokjes, ik gebruik nu twee kleuren voor deze schildering. Nummer 12, rood-violet en nummer 46, cyaanblauw. Het encaustic schildersijzer. Tissues. Tissues gebruiken om het ijzer schoon te maken. En dat is eigenlijk het begin wat we nodig hebben. Dan heb je het ijzer aan te zetten. Dit is het handvat. En aan de linkerkant van het handvat zit een inkepingje. En je kunt met die draaiknop kun je de thermostaat omhoog draaien naar de stand low. En dat is eigenlijk de temperatuur waarop je ijzertje blijft staan. Let wel op, want dat ijzertje dat wordt warm. Dus dit gedeelte van het ijzertje wordt warm. Het handvat dus niet. Dus wees er ook voorzichtig mee dat je niet dit gedeelte van het ijzertje gaat raken. Zet je ijzertje altijd rechtop als je er niet mee werkt. En als we het ijzertje nu willen vullen, dan is het heel handig om het snoer vast te pakken tegelijkertijd met het handvat. Als je je ijzertje dan omdraait, kun je met een wasblokje je ijzer vullen met was. En ik pak het wasblokje dus eigenlijk ook bij de verste kant, want pak ik hem hier, dan raakt het wasblokje heel snel de ondergrond en dat is warm. Dus ik pak de bovenkant van het wasblokje en je vult je ijzertje met was. En zolang jij het ijzertje rechtop houdt, gaat het ijzertje ook niet druppen. Dus zodra jij het ijzertje schuin gaat houden, dan zie je al, dan gaat die was naar beneden druppen en dan drupt het van het ijzer af. Dus houd het ijzer rechtop. Vul het ijzer met was en dan draai je eigenlijk in één keer het ijzer om en dan zet je hem op de kaart. En dan ga je van links naar rechts over de kaart bewegen, niet te hard duwen en dan kun je ook met je vinger in de hoek de kaart vasthouden zodat de kaart niet gaat bewegen. Dan is het ijzertje bij mij is zo goed als schoon, maar misschien is jouw ijzertje nog niet schoon of misschien is jouw kaart nog niet helemaal gevuld. Je kan altijd opnieuw je ijzertje vullen en nog een keertje er weer overheen gaan. Zorg er wel voor dat je niet te hard duwt, want als je hard gaat duwen, dan duw je dus die was aan de kant. En dan zit de was dus niet meer hier, maar allemaal daar. Dat gaan we even terugbrengen. Zo. Nu is mijn ijzertje bijna schoon, maar de was die er nog op zit, ga ik ook weer gebruiken. Dus ik zet het ijzertje neer en dan til je hem op en dan krijg je dus eigenlijk allemaal effect. En je ziet hier ook de contouren van het strijkijzer. Wat kun je ook doen? Je kan ook met je ijzertje heen en weer bewegen om golvende bewegingen te maken. Of je kan bijvoorbeeld met de punt van het ijzer werken. Of weer stempelen. En op die manier ben je dus eigenlijk aan het creëren en kijk je wat er ontstaat. Tussendoor kun jij je ijzer ook schoonmaken. Daarom ligt hier ook een tissue. Door over het tissue heen te vegen, dan neemt het tissue neemt als het ware de was op en is je ijzertje weer zo goed als schoon. En je kan altijd weer een beetje was aanbrengen en opnieuw gaan stempelen bijvoorbeeld of bewegingen maken met het ijzertje. En je kan doorgaan net zolang totdat jij tevreden bent
over je creatie. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is een kader maken. Dat ga ik bij deze kaart doen. Door het puntje van het ijzer kleur te geven, gebruik dan wel voldoende was. Dan zet je het ijzertje neer aan de rand en dan trek je het ijzertje naar beneden. En zorg er dan voor dat je niet te hard duwt. Oh, mijn tissue gaat ook mee, zie ik. Die heb ik een beetje aan de kant te leggen. Eventueel zou je dat nog een keertje kunnen doen. En dus je trekt als het ware de was naar beneden. Trek je heel hard, zoals hier. Zie, dan duw je de was aan de kant. Maar je mag het ijzertje over het papier laten glijden, zodat de was wel op de kaart blijft liggen. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, is de punt van het ijzertje gebruiken om leuke vormpjes toe te voegen. En dat zou je bijvoorbeeld ook aan de andere kant kunnen doen, maar dan met blauw. En als het ijzertje niet meer gevuld is met was, dan kun je nieuwe was toevoegen. De punt van het ijzertje kun je dus gebruiken. En je werkt net zo lang totdat je tevreden bent over je kaart. Ga je nu met je ijzertje er helemaal overheen, dan meng je dus deze twee kleuren eigenlijk tot één kleur. Maar dat leer je wel als je straks ook bezig gaat. Deze kaart is voor mij nu klaar. Dus ik maak het ijzertje schoon. Eerst maak ik het grootste gedeelte van het ijzertje schoon. Dan zet ik het ijzertje neer. Dan pak ik het tissue en dan maak ik een dikke dot. En met die dikke dot maak ik deze rand schoon. Deze rand schoon. Wees voorzichtig, want dat ijzertje is warm. En wat je ook kunt doen, hieronder zit een gleuf. En die gleuf die verzamelt eigenlijk ook alle was. Dus wat je dan ook kunt doen, is de tissue heel netjes dubbel vouwen en precies tussen die gleuf door de laatste was ertussen uithalen, zodat het ijzertje weer goed schoon is. Nu is het ijzertje goed schoon en kunnen we dus met de volgende schildering beginnen. En je zag al hoe snel die was dus eigenlijk droogt. Dat is ongeveer 10 tellen, dan is de was droog. En dan kun je of met een tissue, of als je thuis een nylon kousje hebt, die is net iets zachter als een tissue, kun jij je creatie op gaan poetsen. En als je dan oppoetst, dan komt de kleurintensiteit, de kleuren komen nog meer naar voren. En misschien is het dan zelfs leuk om die kaart op een kaart te plakken, want de achterkant van de kaart wordt altijd vies. Daar kun je eigenlijk nauwelijks aan ontkomen. En als je daarop zou willen schrijven, papier is ook heel erg glad, dus dat wil niet heel erg goed. Dus je kan bijvoorbeeld met lijm op een kaart plakken. En dat kan met lijm, maar ook met een stukje dubbelzijdige tape. Zodat hij goed vast blijft plakken. En kijk even hoe jij je kaart wilt houden. Ik vind hem zo wel heel erg mooi. En dan zou je binnenin de kaart nog een mooie tekst kunnen schrijven. En misschien is het dan heel leuk om de kaartjes ook op te sturen naar de mensen die op dit moment zo alleen zijn. Bijvoorbeeld naar opa en oma of de verzorgingstehuizen.
ik denk dat ze daar heel erg blij mee zouden zijn. Goed, dit was de eerste les. Heel simpele kaartjes maken met het ijzertje, met de wasblokjes. Oppoetsen met een tissue of met een nylon kousje. En volgende week gaan we kijken wat we dan gaan maken. Ik hoop dat je er dan weer bij bent.